Dit seizoen, dames en heren, zendt de AVRO weer een serie programma's uit onder de titel Vragenvuur. Programma's die u de gelegenheid geven zelf aan onze uitzending mee te werken, doordat u daarin rechtstreeks vragen kunt stellen over bepaalde brandende kwesties aan mensen die ten nauwste bij die kwesties zijn betrokken. De eerste uitzending draagt tot titel Recht en onrecht in Nederland. Het contact met u heeft ons namelijk geleerd dat er juist op dat gebied, recht en onrecht, nogal wat vragen onder uw leven. Vragen over krakers en illegale zenders, over de strafmaat bij bepaalde misdrijven, over het regime in onze gevangenissen, over wel of niet vervolgen, over het optreden van politie en ME en ga zo maar door. Wel, op zondag 3 oktober kunt u doorgaan. Kunt u uw vragen over recht en onrecht stellen aan onze minister van Justitie, meester J. de Ruiter, aan de vicepresident van de arrondissementsrechtbank in Amsterdam, meester S. Slachter, aan de Amsterdamse burgemeester, de heer W. Polak, en aan meester G. de Jonge, die advocaat is en als voorzitter van de Kornhertliga en lid van de Bond van Wetsovertreders opkomt voor de belangen van verdachten en gedetineerden. Die vier heren zullen op die 3 oktober in de studio aanwezig zijn en u kunt uw vragen dan telefonisch stellen via een telefoonnummer dat wij op zaterdag 2 oktober in Televisie Magazine voor het eerst bekend zullen maken. Let u er wel op, het heeft geen enkele zin om ons voor 3 oktober 's avonds te bellen via welk nummer dan ook. Het heeft ook geen zin om ons te proberen te bereiken via de NOS. U zult moeten wachten tot dat nummer bekend is en de lijnen daarvoor op zondag 3 oktober zijn vrijgemaakt. Maar u kunt ons wel inmiddels al schrijven. Zet uw vragen aan de heren de Ruiter, Slachter, Polak en de Jonge dus op papier en stuur uw brief aan AVRO Vragenvuur, postbus 2, 1200 JA in Hilversum. Ik herhaal dat even. AVRO Vragenvuur, postbus 2, 1200 JA in Hilversum. Een beperkt aantal briefschrijvers zal met hun vragen welkom zijn in onze studio. Om de uitnodigingen tijdig te kunnen verzenden, moeten we uw brieven wel omgaand ontvangen. Dus dat wat betreft Vragenvuur, zondagavond 3 oktober van 9:45 tot 11:15.